Het was maandagmiddag druk in het AZ-stadion. Op het programma stond de traditionele nieuwjaarsreceptie. En daar kwamen veel mensen op af. Ik heb me laten vertellen dat hij iets drukker bezocht was dan andere jaren. Dus ja, ik denk dat je daaruit kan concluderen dat de club beweegt. Of dat men heel nieuwsgierig was, een van de twee. Maar het was wel wat drukker dan normaal. En het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met de prestaties van de eerste deel van het seizoen. Wijndal, weer zo'n aanval. En nu wordt wel afgerond. Dan is het 1-0 voor AZ. En die sportieve prestaties waren vaak indrukwekkend. Van een overwinning op Ajax tot aan sensationele Europese wedstrijden. Maar ook het ingestorte dak van het stadion kwam uiteraard ter sprake. Zoals bekend zit er op dit moment geen dak op het stadion, maar AZ heeft grote plannen om daar wat aan te doen. Nou ja, deel 1, hè, noem ik dan maar eventjes, is de plaatsing van het dak. Maar ook dezelfde hoogte van het dak. Hè, dus de korte zijdes hier waren lager dan de lange zijde, de Molenaartribune. Nou, dat gaan we gelijk trekken. Fase 2 zou zijn dat we de hoofdtribune en de van de bandtribune doortrekken tot het veld. Nou, dat heeft ook wel van alles, moet daarvoor geregeld worden om dat voor elkaar te krijgen. Dat is een mooie uitdaging. En dan zou de laatste fase zijn, de andere twee tribune delen. Maar dan zijn we echt wel een paar jaar verder. En die eerste paar gedeeltes, dat moet plaatsvinden in de zomer? Fase 1 zal deze zomer zijn. Dat is echt de plaatsing van het dak. Die hebben echt wel de ruimte nodig als bouwplaats om dat voor elkaar te krijgen. En dan zou fase 2 de volgende zomer, zou dan dat deel opgepakt moeten worden. En tot slot heeft de directeur van AZ nog de wens om de relatie met de gemeente Alkmaar te verbeteren. Ja, maar dat heeft te maken met de ambities die wij hebben. Wij kunnen wel van alles willen en we willen ook van alles. En we kunnen ook van alles. Dat geef ik net al twee fases van aan. Maar uiteindelijk heb je daar ook stakeholders voor nodig. En één daarvan is ook de gemeente. Ik heb gezegd dat op basis van de afgelopen 5,5 jaar die ik nu hier zit, ja, dat ik het gevoel heb dat beter kan. Maar misschien denken zij daar wel precies hetzelfde over. En daar gaan we over elkaar in gesprek de komende weken.